Ik ben Teun Gauthier en vandaag praat ik met futuroloog Wim de Ridder. Wim, goedenavond. Goedenavond. Jij bent eerder geweest bij Weltschmerz. Ja. En daar heb je het ook al. Dat was met wie, weet je nog? Met Adjes Bekas. Ja, precies. Ik heb het ook gezien. En met Rob Kremers. Oké. Okay. Ik heb met Ajit gezien. Daar hadden jullie het heel erg over de. Je bent futurologisch over de toekomst enzovoort. En eigenlijk wilde ik vanavond een stap daaronder gaan praten met je. Want de zelfrijdende auto is aanstaande en dat soort. En dat is een redelijk bekend terrein. Overigens hadden wij voordat we begonnen het nog even over de periode weer daarna. Wat mij uitermate fascineert. Misschien komen we er nog op. Maar wat mij boeit aan, als die transities nu gaande zijn, hè, die zijn gaande, die heb je ook beschreven. Wat voor effecten heeft dat op de manier waarop we ons organiseren? En ons is kleine gemeenschapjes tot landen, tot misschien wel een wereldwijde structuur. Hoe bedrijven ze organiseren, hoe we de publieke governance organiseren, democratie organiseren en dergelijke. Ik heb nog veel meer vragen, maar ik hoop dat we een beetje dat domein kunnen ontdekken. Zou je nog even kort kunnen schetsen wat op het gebied van technologie de komende 5 tot 10 jaar brengt? Zodat we die technologische context hebben? Ja, we praten eigenlijk over het digitale tijdperk. Het interessante daarvan is dat 50 jaar geleden begonnen is. En waarom 50? We hebben in de digitale technologie de wet van Moore. Ja. En Moore was de oprichter van Intel. En die heeft toen gezegd dat ze die chips maakte. En om de 2 jaar maakt hij een chip die 2 keer zoveel kan voor hetzelfde geld. Ja. En nu, 50 jaar later, hebben we 25 keer gezien dat hij die chips voor hetzelfde geld maakt, maar die iedere keer meer konden. Maar dan krijg je een exponentiële curve. Ja. En daar is veel over gezegd. En dan achteraf is dat eigenlijk leuk om te zien dat in de jaren 60, 70, 80 was die computer, een spelcomputer. Ik heb ook nog met een balletje over dat schermpje heen gegaan. En zeiden altijd, ja, dat kan niet. En dan iedereen een eigen computer, dat kan toch helemaal niet. Nou, totdat het op een gegeven moment die exponentiële ontwikkeling zo snel gaat. Dat iedereen die computer heeft. En je hebt zelfs al een geweldige computer in je polshorloge als je dat zou willen. Ja. Dus dat betekent dat je zit ineens in een versnelling van die technologie. Dat eerst een spelletje was, of een gimmick, of alleen voor de hele grote bedrijven, maar heel ver weg van de normale mensen. Tastte niet de organisatie aan. En nu ineens zit je dus in een tijd, en eigenlijk is dat vanaf, zeg maar, de crisis van 2008 of zo. Ja. Dat we nu zeggen van, nu zitten we echt in een hele nieuwe tijd. Alleen, je moet hem dus wel zien. Ja. En wij lopen dus wel in de. Als futuroloog hebben we heel lang gekeken, wat is er allemaal technologisch? En die hele agenda is ingehaald. Dus als de World Economic Forum met de doorbraaktechnologieën komt, dan zijn dat de technologieën van nu. Ja. En zeggen van, dit zijn de belangrijke technologieën die nu op de agenda staan van de overheden en van de bedrijven. Dat zijn onze onderwerpen. Ja. Over kunstmatige intelligentie en solar en al dat soort zaken. Ja. Dus die staat nu vandaag op de agenda omdat het zo snel gaat. Ja. Maar wat nog niet op de agenda staat, dat zijn precies het onderwerp waar jij het over hebt. Dat zijn de maatschappelijke, maar vooral ook de organisatorische gevolgen daarvan. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we nu op een tijdstip staan dat we al die technologie nu hebben. Maar we zijn niet aangepast. Er zit een groot gat tussen wat mogelijk is en waar we dus gebruik van maken. Ja. Dus je zegt, die technologie heeft zich nu echt genesteld. Ja, dat weet iedereen. En iedereen is er nou mee bezig. Ja. En zo'n zelfrijdende auto, dat kan je natuurlijk wel zeggen. Maar alle autofabrikanten zijn ermee bezig. Ja. Er worden gigantische bedragen. Je weet precies dat dat gaat komen. Ja. Je weet, eigenlijk is daar helemaal niks meer aan te voorspellen. Nee. Maar hebben we ons laten overvallen door uw ontwikkeling? Eigenlijk moet je zeggen, we zijn er helemaal niet klaar voor. Dat is er nu allemaal. Nou, maar. Ja. Om een voorbeeld te noemen, ik noem al sinds 2009, toen was de doorbraak in de zonne-energie. En toen wisten we al dat in 2025 energie gratis is. Ja. En ik heb er vanaf dat moment over geschreven. Ja. En op een gegeven moment wil je verketterd. En nu zeggen ze van, kijk, ik kijk naar de grafiek. En dan, die grafiek loopt gewoon recht naar nul.
Want die zonne-energie komt van 60 euro, zit nu op 2 euro en die gaat straks naar een dubbeltje toe. En dat weet je. En dat zie je. Nou, jij weet het. Als jij het wil weten, kijk je op internet, dan zie je welke technologieën er zijn. Ja. Dan zie je dat er weer nieuwe toepassingen zijn, die weer beter zijn, weer duurzamer, weer goedkoop. Ja. Dus we zitten in een tijd waarvan we, dat noemen wij de... alles wordt goedkoper, alles wordt lichter, alles wordt... je gaat minder materiaal gebruiken. Ja. En dan krijg je de hele rare dingen, om maar even een voorbeeld te geven van die politiek. Dan maakt iedereen zich heel druk, ook in de verkiezingen, over de akkoorden van Parijs 2050. Zo ontzettend belangrijk. En je weet zeker dat we in 2030 al die resultaten hebben bereikt. Ja. Ja. Maar, nogmaals, je zegt, jij weet zeker, het is ook jouw vak. Hè? Jij doorziet wetmatigheden op basis waarvan je dit soort voorstellingen kan doen. Alleen bijvoorbeeld de besluitvorming, ook de maatschappelijke... De manier waarop de maatschappij nu omgaat met technologie, dan loopt dat er wel heel ver achteraan. Ja, maar dan is het heel spannend. En daar kan je natuurlijk ook af en toe boos over worden. Ja, vroeg ik me af. Lijkt me heel frustrerend. Ja, maar dan krijg je bijvoorbeeld zo'n IEA, zo'n International Energy Agency, die met 150 man in Parijs zit. Die maken elk jaar de prognoses voor de energiemarkt. En dan, die hebben de laatste 20 jaar altijd de duurzame energie moeten bijstellen, omdat ze het altijd verkeerd gedaan hebben. Ja. Nou, als je dat normaal ziet en je ziet, er worden nu leuke grafiekjes over gemaakt, dan zou je toch als directie zeggen, luister, zouden wij dan niet eens een keer gewoon kijken wat er echt gebeurt. Wat er echt gebeurt, ja. Maar de belangen zijn te groot om dat verhaal te vertellen. Ja, ja. Oké. Okay. Maar dan hebben we nu een staat bereikt waarin technologie zich helemaal in ons leven heeft genesteld. Wat is dan... Als je nog even voor als samenvatting die komende 5 of 10 jaar. Wat zie je als wezenlijke technologische gebeurtenissen in die komende paar jaar? Nou, de belangrijkste is misschien wel voor de maatschappij dat we naar een low-cost samenleving gaan. Ook Rifkin, de bekende Rifkin, die heeft daar een boek over geschreven. Ja. En dat zie je ook. Dus dat betekent dat voor de grote massa mensen, en dan zie je naar de basisproducten. Dus stroom wordt goedkoop. Autorijden wordt heel goedkoop. Want we gaan dus zowel in plastic rijden, we gaan met 3D-auto's rijden, we gaan met goedkoop energie rijden. Alleen de kilometerheffing of de belasting kan het nog duur maken. Ja. En we gaan ook delen met elkaar, want die autonome auto hoef je niet meer te bezitten. Ja. Nou, de voedingen worden steeds goedkoper, zeker behalve dan gespecialiseerd. Maar dus alle basis uitgaven die gaan naar een low-cost of een zero-marginal-cost samenleving. Ja. En dat zie je eigenlijk gewoon aan de cijfers. Ja. En dat is heel interessant ook over koopkrachtplaatjes enzovoorts. Ja. En dan maar in de hogere segmenten, daar waar je experience krijgt of luxe krijgt of aanzien krijgt, daar betaal je natuurlijk hele hoge bedragen. Ja. Dus dat is een hele grote omkering. Waarvan je eigenlijk ook, dat is weer hetzelfde eigenlijk verhaal, waarvan je eigenlijk ziet, die trends kan je gewoon zien. Ja, ja. Maar een centraal planbureau heeft er nog nooit van gehoord. Nee. En die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's hebben er voor de komende 4 jaar hier nog nooit van gehoord. Okay. Maar dat is een psychologische barrière. Nou ja, daar ben ik toch heel benieuwd naar. Want als je nou ziet, wij organiseren ons, wij zijn een gemeenschap als land of als stad of als... we organiseren ons, we hebben natuurlijk de politiek als democratisch stelsel als gedelegeerd mechanisme. Van zorgen jullie nou eens dat allemaal dat geregeld wordt. David van Rijbroek heeft als een post-democracy boek geschreven. Dus ook weer een post, een einde van een institutionele manier van organiseren. Ja. Je stipt eigenlijk al een aantal keer toch eigenlijk de politiek ook wel aan als rem of als ontkenner of als obstructie in een ontwikkeling. Hoe zie jij dat wij in de toekomst besluiten gaan nemen maatschappelijk? Je zei net toen we elkaar spraken dat in 2025 mag je geen auto meer rijden als persoon. Die begrijp ik ook. Hoe zie jij dat we door die technologie die ons met elkaar verbindt, we kunnen veel sneller uitwisselen enzovoort, zie jij verschuivingen in de manier waarop we bijvoorbeeld even misschien makkelijk voorbeeld bedrijven gaan organiseren? Die zijn nu nog heel institutioneel, een baas. Heb je ideeën over hoe we... Ja, nou, kijk, dat is het leuke van deze tijd, dat je dus... je hoeft geen mening te hebben. Je kan alleen maar gewoon kijken wat er gebeurt. En daar gebeuren dan ook hele leuke dingen in. Kijk, de bedrijven bijvoorbeeld zelf. De 5 grootste bedrijven in beurswaarde genoteerd
in de wereld is nu voor het eerst, afgelopen jaar, voor het eerst digitale bedrijven geworden. Die platforms zijn. Ja. Dus niet meer de General Electrics of de oliemaatschappijen, maar de Googles en de Facebooken. Ja. En zijn de grootste geworden. Ja. Daarmee ben je met dat platform bezig. Een bedrijf wordt een ecosysteem. Met andere woorden, een bedrijf is op het ogenblik, kijk maar naar de Philips of wie dan ook, ze zijn niet meer in staat om zelf die technologie bij te houden. Dus dat zijn allemaal collectieven geworden. Ja. Dus zelfs bij Tesla met zijn elektrische auto's, die heeft al zijn patent op de markt gegooid. En als jij een elektrische autofabriek wil beginnen, krijg je daar de kennis. Want, en met elkaar. Ja. En de drones, waarom is dat zo snel gegaan? Omdat Chris Anderson met de do-it-yourself drones platform begonnen is. 50.000 bedrijven in de wereld maken drones en delen de kennis. Ja. Dat is het nieuwe bedrijf. Maar dat is fundamenteel anders. Philips die zat als een kip op zijn patent, hè? Ja. En dat, waarom is dat gebeurd? Waarom doet Musk dat? Is dat opportunisme? Omdat hij kan er niet aan in zijn eentje. Nee. Want hij bouwt nu een hele grote, dat is best een leuk voorbeeld natuurlijk. Hij bouwt nu met Panasonic een nieuwe batterijenfabriek voor 5 miljard. En hij heeft laatst ook toegegeven dat hij met verouderde technologie bezig is. Want er is nieuwe technologie voor de batterijen. Ja. Alleen hij zegt, nou, ik hou het nog zo lang vol, want die nieuwe technologie die moet nog helemaal operationeel op een lage kostprijsniveau komen. Ja. Dus ik kan nog deze fabriek nog net redden. Ja. Zo snel gaat het. Ja. 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 Nou, dat is interessant. Ja. Oké, en dan zeg je dus van eigenlijk kunnen traditionele organisatiestructuren, die kunnen dit helemaal niet meer aan. Nee. Dus je zult genetwerk moeten gaan werken. Ja. Dat heeft hele grote consequenties. Misschien eigenlijk ook wel voor eigenaarschap bijvoorbeeld. Van wie is nou die kennis? Van wie is die... Dat is een hele grote ontwikkeling. Ken jij een organisatie of een bedrijf van de toekomst? Ja, kijk, daar gebeurt nou Musk natuurlijk, maar dat ook heeft met hem te maken. Maar feitelijk is dat nog best een bedrijf dat vrij traditioneel is georganiseerd. Zie jij voorbeelden van waar met name technologie aanleiding geeft om anders te organiseren? Nee, ik zie wel. Alleen het bedrijf van de toekomst is het bedrijf wat dit soort platforms financiert. Financiert? Financiert en organiseert. En dan betekent het dat iedereen die daar in die markt zit, is afhankelijk van elkaar, want je gaat gezamenlijk de research doen. Ja. Dus dat betekent dat de macht van de gevestigde orde, om het zo te zeggen, dat verdwijnt. Omdat die techniek in handen is van zo ontzettend veel mensen over de hele wereld die bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Ja. En dat is het interessante van die hele digitale ontwikkeling. Dat is een mondiale ontwikkeling waar dus in elk land zitten iedere universiteit praat over exact dezelfde technologie. Ja. En jij zei net ook, daarmee is, ik weet niet welk voorbeeld je gebruikte, daar zijn in de hele wereld een groep mensen mee bezig, grote groepen mensen mee bezig. En eigenlijk is dat niet meer gecontroleerd. Dat is een soort van autonoom proces geworden. Ja, nou, een leuk voorbeeldje met die zelfrijdende auto. En ik zeg, wanneer komt je nou hier? Nou, in Singapore hebben ze 2 jaar geleden gezegd, smart mobility is onze doelstelling. En wat doet dan zo'n Singaporese overheid? Die gaat een samenwerking met MIT in Amerika aan. En een klein bedrijf van zes mensen krijgen alle mogelijkheden. En op het ogenblik rijden de autonome taxis in Singapore. Ja, zijn ze al. En met de mededeling dat in 2018 alle taxis in Singapore autonoom zijn. Zit er geen chauffeur meer in. Ja. Ja. Nou, en die techniek weten we gewoon. Nou, wij zeggen dus, nou, we wachten even af, want er kan nog de regelgeving. Dus als een overheid op een gegeven moment zegt, ik geef hier prioriteit aan. Die kennis haal je overal vandaan. Onze overheid heeft dat niet gezegd. Nou, die heeft alleen gezegd. Wat is jouw oordeel over onze overheid? Nou ja, in dit geval hebben ze gezegd, nou, we vinden het goed dat we gaan testen rijden op de A2. Dat doen we dan ook. En, dan verder zijn we nu met de drones zijn we een beetje aan het kijken. Ja. Maar Airbus begint deze zomer met de drone-taxis. Ja, begrepen. Samen met de Chinezen. Ja. Nou, en die zeggen, dat wordt een miljoenenmarkt. Ja. Nou, wij mogen nu drones voor de brandweer enzovoorts gaan maken. Want als er een brand is, kan je met een drone eerder zien waar je zijn moet. Ja. En dat doen we allemaal heel goed. Maar wij volgen. Het is ook helemaal niet erg. Want de hele wereld doet het en je kan op een gegeven moment, je kan op ieder moment inspringen. Ja, precies. Okay. Dus laten is in China vast die drone-taxis dan ook En daar maak je de fouten in. Maar je kan ook zeggen als land, ik wil graag voor mijn eigen cultuur, voor mijn eigen dingen, wil ik op een aantal punten voorop lopen. Ja.
Nou, en dan kan je daar gewoon. En dan trek je internationaal die kennis aan. Omdat jij dan een smeltkroes bent van mensen die daarmee bezig zijn. Maar dan toch terug. Dat betekent dat je. Welke rol speelt die overheid nou eigenlijk in dit proces? Want je ze hebben natuurlijk enerzijds kunnen ze door in Singapore gewoon zeggen, zo gaan we dat doen, heb je een enorme katalyserende rol. In Nederland minder. Heeft de overheid nog controle over deze processen? Nou, de overheid ligt veel interessanter, ligt dit. De overheid heeft natuurlijk altijd de opbouw van het land samen met het bedrijfsleven gedaan. Ja. En dat deden we in een tijd dat het bedrijfsleven voor de economie zorgde. Ja. Dus de banenmotor zat in het bedrijfsleven. En dat hebben we eigenlijk tot de millenniumwisseling hebben we dat zo gedaan. Ja. Maar nu op het ogenblik, doordat we dus deze platforms gaan krijgen en de enorme invloed van die robotisering, zie je dat zelfs de grootste bedrijven allemaal mensen afstoten. Dus het bedrijfsleven verliest op het ogenblik zijn maatschappelijke positie als de motor van de economie. Ze doen nog hele goede dingen. We halen het over de low-cost samenleving. Ja. Je krijgt straks heel goedkoop dit en dat en dat. Met heel weinig mensen gemaakt. Ja. Met andere woorden, als de overheid zegt van, luister eens, ik ben een partner van het bedrijfsleven en samen betrekken we op. En dan polderen we dus in Nederland. En daarmee maken we industriebeleid en dan maken we dus topsectorenbeleid. Ja. Samen met die twee. Dan hebben ze net voor de verkeerde partner gekozen. Okay. En ja. dat zie je dus nu ook in het politieke verhaal. Dus de burger staat in de kou. Die verliest ook koopkracht in de afgelopen decennia. Ze is niet voorbereid. Heeft het nooit zien aankomen. Maar die weet nu dat er geen banen meer zijn. Ja. Ze hebben 160.000 vacatures voor 2,5 miljoen mensen die een baan zoeken. Ja. En dat vinden ze nooit meer bij de gevestigde orde. Nee. Dus er komt nu een hele nieuwe economie aan. En dan is de overheid, wat doe je? Ben jij de partner van het bedrijfsleven of ben je de partner van het volk? Dat is een hele wezenlijke. Dat is een hele wezenlijke. Maar ze hebben geen keuze. Dus op het moment dat zij dus bezig zijn om. Je ziet het al afbrokkelen. Het feit dat Starbucks en Google belastingvoordelen krijgen, dat begrijpt ook niemand meer. Nee. Nou, daar wordt nu wat aan gedaan. Ja. En dat soort zaken. Dus die samenwerking begint wat af te brokkelen. Maar het moet veel radicaler. Want je ziet een afbrokkeling van de institutionele macht. Ja. Die overheid bedrijfsleven, ja. naar een autonomere burger, ja. zeg maar even, ja. die zichzelf organiseert, ja. Ja. enzovoort. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een overheid en een bedrijfsleven zich daar zwaar tegen zullen verzetten. Ja, maar wat de ondermijning van de macht. Ja, maar dat zien we wat er nu gebeurt. Ja, zie je dat al? Ja, je ziet nu dat wij dus over de verkiezingsuitslag, en zeker de campagne daar naartoe, we zeggen, er gaat nergens meer over. Want ze praten niet meer over ons onderwerp. Nee. Nee. De burger herkent zich niet meer in het politieke discours. En als je dan. Als het waar is dat wat Van Rijbroek zegt, een post-democracy, dus dat is over, zoals Paul Mason het heeft over post-capitalism. Hè, dus die systemen zijn eigenlijk over. Wat zie jij als vervanger voor het huidige politieke stelsel? Nou, je ziet nu de opkomst wat ik dan de producerende consument noem. We hebben je hebt de consument die dus altijd consumeert omdat dat was zijn rol. Hij ging werken, met zijn geld kocht hij dat van. Ja. Nu gaat hij zelf produceren. Hij is al begonnen om de verkoopfunctie van het bedrijf over te nemen. Dus daarom staan die winkelstraten leeg. Ja. Zelf energie opwekken, ben je zelf energie aan het produceren. Ja. Met Airbnb ga je zelf inkomen krijgen. Ja. Dus als je niet meer geld te kunnen vinden bij bedrijven, ga je het zelf creëren. En dan zie je dus dat er platforms komen die je daartoe in staat stellen. Ja. Nou, wat doet de politiek dan? Ja, maar luister, je mag maar zoveel maanden per jaar je doen. Uberpop is verboden. En in het energieakkoord afgesproken dat je op je zonnecellen nog een extra belasting betaalt. Ja, fascinerend. En in Spanje mag je überhaupt op een huis. En waarom is dat? Waarom reageert die overheid zo? Omdat de gevestigde orde belang heeft.
En men kiest voor de gevestigde orde, omdat dat de lobbyisten zijn die ze kennen. Okay. En die zeggen, ja, luister eens, maar mijn taxibedrijf gaat kapot. Of mijn energie kapot gaat kapot. Dus, En dus moet je tegenhouden. Okay. En dus zeg jij, die overheid zal op een gegeven moment moeten... Die conctie, noem ik het maar even, of de relatie met het bedrijfsleven... loslaten ten faveur van een hernieuwde relatie met de burger. Ja. Wat gebeurt als ze dat niet doen? Krijg je chaos. Krijg je dus populisme, krijg je dus mensen die überhaupt geen belangstelling hebben voor de politiek. Ja. En dat gaat altijd door zo'n dal heen. Totdat er een politiek komt, en in sommige gemeenten zie je dat al. Dat ze zeggen, ja luister eens, maar wat wil die burger? Ja. Maar het is eigenlijk wel bizar natuurlijk dat die hele overheid heeft natuurlijk dienstbaar te zijn aan die burger überhaupt al. Dus het is wel een vrij wrange constatering dat kennelijk al die jaren niet is geweest. Dat is niet een verrassing, maar... ben jij positief daarover? Gaat die overheid tijdig... Het gaat vanzelf. Want die overheid die gaat ook, doordat er minder banen zijn, die gaat ook minder inkomsten krijgen. Ja. En dat betekent dus dat hij dus ook taken moet overdragen. En waar gaat hij dat overdragen? Aan de burger. Ja. Nou, een leuk voorbeeldje. Ik heb een jaar of 6, 7 geleden meegedaan aan een project in Zeist... waar de burgers werden gevraagd om 5 miljoen uit de gemeentebegroting te halen. Ja. Omdat de gedachte was van, nou, er zit meer kennis in Zeist... dan in het politieke apparaat. Ja. Nou, dan ga je met elkaar praten en daar al die verhalen die niet helemaal klopten. Dus zo hebben ze gezegd, dat kan wel weg. Ja, dat kon eigenlijk wel. Nou, en de gemeenteraad heeft 95% van de voorstellen overgenomen. Ja. En zo zijn er nu op het ogenblik steeds meer gemeenten... die dus op lokaal gebied de ramen en de deur open zeggen. En we gaan die mensen mobiliseren. Ja. En dus... Nou, dan gaan we... Ik schrijf er ook over en dan probeer je het ook. En dan zeg je veiligheid, politie, ja... Heel veel taken. Nou, dan zie je dat burgers gaan patrouilleren. Er zijn 600 groepen in Nederland waar de burgers patrouilleren. Bij sommigen hebben ze het nou verboden, want het wordt te veel. Want de politiek vindt het dan even wennen dat het... Ja. En daar moet je dus afspraken over maken. Ja. Maar er ligt zoveel werk wat een politie niet aan kan. En wat de burger heel interessant vindt om daarbij betrokken te zijn. Mits je op een juiste manier kan mobiliseren en enthousiasmeren. Ja. Dan doet hij heel graag mee. Okay. En dat zie je dus, dat zie je opkomen. Okay. Maar nog even terug naar het bedrijfsleven. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen Uber en Airbnb, dat is eigenlijk hyperkapitalisme. Ja. Dus het is heel gecentraliseerd. Ja. De winsten vloeien ook naar die organisaties. Ja. Dat is best onvolmaakt eigenlijk. Ja, maar al die bedrijven bestaan nooit zo lang. Nee. Nee. Nu, vandaag nog 27 miljard. Ja, ik weet het. Ja. Ze zijn ook ontzettend machtig. Maar Airbnb heeft al 2 concurrenten gekregen. Ja. En als dit zo doorgaat en ze zijn zo machtig en ze zijn dooddoende, dan gaan de anderen gaan op een gegeven moment zeggen, luister, als je nou bij ons aansluit, krijg je ook nog een kopje koffie erbij. En dan doen we het op een andere manier. Ik weet wel dat het gigantisch is, maar ze hebben heel veel opengetrokken. Ja. Maar ja, ik weet ook dat het heel erg is, maar... Ja, want waar ik mee bezig ben is ook... Ik ben zelf met een coöperatieve onderneming bezig. Dus ik heb een bedrijf opgericht dat eigendom is van de makers. Een journalistiek bedrijf, een uitgeverij eigenlijk. Heeft geen aandeelhoudersstructuur. En een van de wezenlijke dingen daaraan vind ik... dat de winst uit onderneming traditioneel in het kapitalistische systeem... vloeit naar de kapitaalsverschaffer. En zeker omdat we natuurlijk tot en met de vorige eeuw... een heel kapitaalsintensieve economie hadden. Dus als ik een krant wilde uitgeven, dan moest ik een groot gebouw neerzetten. Het kost geld. En dan ging dus die winst uit onderneming naar de kapitaalsverschaffer. Terwijl in deze genetwerkte structuur... kan de winst uit onderneming natuurlijk naar de maker vloeien. En dan heb je eigenlijk... Maar dan hadden het al even over Marx. Maar dan ontstaat er dus eigenlijk een nieuwe verhouding tussen arbeid en kapitaal. Ja. Zie je dat gebeuren? Ja, de productiemiddelen gaan in handen van de burger komen. Wat altijd Marx gezegd heeft van het handen van de grote bedrijven. Blijkt hij toch maar gelijk aan. Ja. En op het ogenblik, die computer is zo sterk. En die 3D-printer is zo sterk. En we kunnen onze eigen hele mooie dingen al. Maar toch nog even, want over die organisatievormen. Want wat ik...
wel eens heb bedacht, Uber, die Uber-chauffeurs, die kunnen zichzelf ook coöperatief vertegenwoordigen. Dus verenigen. Dus ja. De Uber-chauffeurs in Amsterdam kunnen zeggen, nou, we richten een nieuw bedrijf op. Dat heet Truber, maakt uit. Technologie hebben we om die ritjes te regelen. Dat is helemaal niet zo interessant. Maar die organisatie is niet meer van een of andere, van allemaal rijke Amerikanen in Silicon Valley, maar van onszelf. Ja. Zie jij die vormen? Ja, ik denk dat die coöperaties, op het moment dat jij ook een efficiënt platform kunt organiseren. Maar ja, dat is technologie, dat is niet heel ingewikkeld. Nee, en dat worden steeds meer standaarden. Ja. Nou, en dan is die 20% of zo die je aan Uber betaalt, wordt dan te veel. Ja. En dan ga je met dit soort dingen beginnen. Precies. Maar dan moet je wel de markt hebben. Ja. En die moet je dan wel tot een bepaalde manier groot doen. Ja. Maar dit gaat automatisch komen. Maar wat is dan nog de rol van kapitaal? Want Uber heeft natuurlijk veel geld opgehaald, want ze moesten een global platform hebben en technologie enzovoort. Vervolgens hebben ze nog meer geld opgehaald om gewoon heel veel geld waard te worden. Wat is de rol van kapitaal in die genetwerkte omgeving? Want dat is een heel probleem. Want ik kan als burger natuurlijk niet bij de beurs aankloppen en zeggen, ik heb 100 miljoen nodig om een... Nee, op het ogenblik hebben ze nu nog wel een belangrijke rol om echt grote projecten van de grond te krijgen. Ja. Dat doen ze op een hele nieuwe manier, dus dat is ook wel interessant. Hè? Google zit overal in. Of het nou vroeger in Solar gingen ze ook weer uit. Nou, zitten ze in de gezondheidszorg, overal zitten ze in. En als het niet bevalt, dan gaan ze weg. Maar ze hebben wel de marktmacht of de investeringsmacht om dat op een gegeven moment neer te zetten. Want eigenlijk is die geldstroom natuurlijk ook dat er geld van burgers is, zou je kunnen zeggen. Nee, ik heb spaargeld. Dat komt gecentraliseerd bij banken en venture capitalists enzovoort terug. Eigenlijk is dat een soort van cumulatie van geld. Dat wordt dan weer ingezet. Terwijl als je dat geld in hey, je hebt nu de hoe heet het ook weer, geld voor elkaar, geloof ik. Waar ik gewoon jouw geld kan lenen en dergelijke. Ja. Want ook daar geldt dan weer dat je ook eigenlijk in de onderliggende infrastructuur, maatschappelijke infrastructuur, een genetwerkte ding krijgt. Dus de bankaire functie houdt op een gegeven moment op te bestaan. Geloof jij dat of niet? Nou, kijk, de kracht van Uber en van Airbnb is dat er een hele sterke leiding op het front zit. Als jij je niet aan de regels hebt, word je uitgegooid. Ja. En je hebt niets meer te vertellen. Ja. En dat geeft heel veel vertrouwen in de consument die ermee bezig is. Dus ze kunnen een bepaalde kwaliteit garanderen. Okay. Ja. Dus daar zit hun macht in. Ja. En omdat zo ontzettend veel mensen behoefte hebben om een beetje bij te verdienen, gaan ze in zitten. Dus, op het moment dat je dat toezicht gaat veranderen, je gaat dat toezicht automatiseren, je gaat onder andere met blockchain-technologie ga je proberen om die kwaliteit te garanderen. Ja. Dan heb je ineens hele nieuwe platforms gekregen. Maar kun jij voordeel, want blockchain wordt natuurlijk veel besproken. Ja. En dat is eigenlijk de oplossing hiervoor, want die faciliteert ook interacties. Dus ik kan jou vanavond meenemen naar huis en dan kun jij mij 2,50 betalen om dat te doen, bij wijze van spreken. Waarin die taxi eigenlijk niet meer nodig is. Maar kun je eens iets doorgaan over blockchain als onderliggende, genetwerkte... Nou ja, je ziet het met die Hartwell, die DJ. Die maakt muziek. Vroeger pakte hij een agent die dus het ging allemaal ging uitponden. Ja. Nu heeft hij blockchain gedaan. Hij zet overal zet hij sensoren op. En als er iemand zijn muziek draait, krijgt hij automatisch een factuur thuis. Dus hij heeft dan die intermediair niet meer nodig. Nee. En hij heeft ook geen platform meer nodig. Hij heeft gewoon zijn eigen smart contract, zou je kunnen zeggen. Ja. En welke organisaties of middlemen gaan ertussen uit in de komende jaren? Zou jij je geld nog op een bank zetten? Leidende vraag. Welke huidige organisaties of structuren gaan het dus niet redden? Want de agent van Hartwell, die is nu werkeloos. Ja, nou, en de banken gaan het ook wel heel veel dingen gaan erin veranderen. Want we gaan natuurlijk die mensen die gaan uitlenen enzovoort. Dus we gaan naar een nieuwe structuur toe. Ja. En dat kost heel veel banen. Maar ze moeten nog wel die structuur bouwen. Maar het probleem is dat je dus daar... Het governance verhaal is het allergrootste. Dus die geldmarkt is nogal heel moeilijk. Hoewel er ook een hele rare governance op een gegeven moment in zit. Met een paar hele grote bedrijven die met heel veel digitale manieren bezig zijn. Om voor zichzelf ook nog een behoorlijke rendement uit te halen. En daar ook in slagen. Ja. En dat is steeds onprettiger. Ja. Maar dan zeg ik op een gegeven moment ook in mijn laatste publicatie ook van... Nou, we hebben dus een gigantisch pensioenvermogen.
1000 miljard of 1200 miljard. Ja. Laat dat geld naar huis komen. Breng dat geld over als een nutsbedrijf. Ja. Wat ga je dan doen? En dan zegt iemand, wat moeten wij hier in Nederland met 1000 miljard doen? We hebben maar een staatsschuld van 600 miljard. Dus dat is, we kunnen dat geld nu kunnen we niet managen. We hebben een overvloed aan geld op het ogenblik. Ja. Ja. En dat zit in handen van iedereen. Dus dat is die kapitaalmarkt is weg. Ja. Het enige wat we nog proberen is om fraudes en dat soort dingen van 2008 en zo. Fraude is toch niet het goede woord, maar om mismanagement van die tijd te gaan veranderen. Omdat men dan op een gegeven moment in die maalstroom tot hoge risico's komt. Ja. Maar verder doen we met dat geld veel te weinig. Ja. En daar moet je nu langs. En dat is gaat het hele verhaal, ook dit gesprek over. het gaat over de nieuwe governance. Het gaat over de nieuwe structuren. Wie gaat straks de autowegen... De autowegen worden een belangrijk digitale wegen. Ja. Nou, nu zijn er de digitale bedrijven als de Googles en de Microsoft die heel graag die autowegen willen hebben. Op het moment dat je een nutsbedrijf van maakt... Is het ook beter voor je privacy en voor alles. Absoluut. Maar er is in Den Haag niemand die zegt van luister eens... We gaan straks de kilometerheffing, kom terug, laten we dat onmiddellijk in een nutsbedrijf zetten. En daar kan 200 miljard pensioengeld in. Ja. En dan kan je bij wet de opbrengsten van het pensioenfonds berekenen. Ja. Nou, dat is de nieuwe tijd. Ja. Nou, ik schrijf dat dan op en ik verkoop boeken, maar niemand vindt dat leuk. Nee, maar waar zie jij nou... Want transitie is een geweldig onderwerp op zich natuurlijk. Hè? Dus de institutionele heeft de neiging rechtdoor te gaan. En de bocht maken, dat kost energie en wrijving. Hoe ga jij daarmee om? Als je publiceert erover, je schrijft erover, je spreekt erover... En dan zie je, bijvoorbeeld in dit soort, het voorbeeld dat je dat noemt... dan zie je dat Den Haag in dit geval niet reageert. Word je daar niet af en toe boos van? Nee hoor, het is allemaal veel beter geworden. Want de toekomst is veel dichterbij gekomen. Dus toen ik begon in 1980 met infectiologie, ja, dan zaten we op het jaar 2000. Oh ja. En nu zeggen we van, hoe implementeren we nu de technologie? Ja. En wat wij weten, gewoon uit het psychologische proces... is dat wat 2 jaar geleden belachelijk was. Ja. En het is er. Dan zeggen de mensen, ja, maar hebben we toch altijd een zelfrijdende auto gehad? Ja. En hebben we toch altijd zonnepanelen gehad? Ja. Ja. Nou, ik heb het allemaal anders meegemaakt. Ja, maar wie is dan... Er is een bepaalde neiging tot transitie... Daar moeten we het zo meteen nog even over, want die leidt ook tot disruptie. En dat is niet helemaal gevaarlijk, natuurlijk, de verwarring die ontstaat. Maar en die transitie die heeft voorkrachten, krachten die transitie katalyseren. En die heeft tegenkrachten. Ja. Er zijn ook die proberen tegen te houden. Ja. Wat zijn nou belangrijke voorkrachten? Zelfs mensen, heb jij mensen waarvan je dat kijkt? Dat zijn nou mensen die echt een belangrijke katalysator zijn van die transitie? Of... Nou ja, er zijn de pioniers, een aantal mensen. Als je goed kijkt, dan weet je dat het merendeel van de mensen zijn verliezers. Zeker als ze macht hebben. Dus dat betekent het Kodak-syndroom. Hè? Ja. Je ziet het nieuwe komen. Ja. Ja. Je hebt een mooie machtspositie. Laten we het alsjeblieft houden. Ja. Nou, dat zie je dus in de bestaande politieke partijen. En dat zie je bij heel veel. Dus in die nieuwe techniek, in die nieuwe ontwikkeling... weet je dat de politiek... het is wegwezen of bijdraaien. Accepteren. Okay. En dat geldt eigenlijk voor veel bedrijven. Precies als eender. Nou, en als je het op een gegeven moment niet kan opbrengen... om mee te gaan in de nieuwe tijd, nou dan ga je gewoon als Kodak verdwijnen met 150.000 man. Ja, 150.000 man. Ja. En dat gaat ineens weg. En dat kan met Nokia ook. Ja, want... En je bent even te laat en dan ben je weg. Maar is dat erg? Nee. Want heel veel andere kleine dingen komen weer terug. Ja. Nee, overal is het natuurlijk niet erg. Maar je had het over digitaal Darwinisme. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie term, want Darwin zijn natuurlijk niet het sterkste overleefde, maar degene die zich best aanpast overleeft. Ja, precies. Dus dat betekent dat aanpassingsvermogen een heel wezenlijk kenmerk is van succesvolle organisaties in deze tijd. Institutionele organisaties zijn natuurlijk in wezen slecht in het aanpassen. Ja, bedrijven ook. Bedrijven ook. Ja. Maar
Maar dan nog heel even terug naar dat digitaal darwinisme. Kun je dat nog heel even uitleggen? Nou, dat gaat over dat aanpassingsproces. Ja. Dus ik was laatst op bij een bouwbedrijf. Die wilde met mij een strategische sessie doen. Nou, prachtig. Maar dan wordt geopend door een lid van de Raad van Bestuur. En die zegt dan tegen de mensen die er dan zitten, allemaal van die mensen die dus op zoek zijn naar de toekomst van het bedrijf. Denk erom, jongens, eind van het jaar moeten we wel een goede balans hebben. Waarop ik dan de neiging heb, ik zeg het dan niet helemaal, van jongens, zullen we maar naar huis gaan. Ja. Want men wil dus binnen hetzelfde, het bestaande kader, wil men gaan innoveren. Nou, ja. Die tijd kan dus niet meer. Het aanpassingsproces gaat buiten de kaders. Ja. En er is heel veel managementliteratuur over. We weten ook precies hoe de stappen zijn om tot een succesvolle innovatie te komen. Omdat er een aantal bedrijven zijn die dat gedaan hebben. Nou, met name natuurlijk de digitale bedrijven. En die hebben een hele andere mentaliteit genomen. Ja. Ja. En dat pak je op en dan zie je dus, nou, dan zie je de voorbeelden en dan zie je dat het gaat komen. En de mensen die zich gesloten houden, dan weet je dat de losers van morgen zijn. Ja. Maar de mensen vinden het nog heerlijk dat ze dus de baas zijn over een steeds kleiner wordend bedrijf. Ja, die vinden dat nog steeds heerlijk. Of zie je niet dat de institutionele macht ziet dat er druk komt op hun machtspositie? En dat ze daardoor ook wel een beetje hun nagels in de tafel zetten om vast te houden. Het verzet natuurlijk. En dat gaat dan alleen. Maar dat zie je toch met bedrijven ook. Ik vind het leuk. Van de week kregen we naar de binnenstad van Den Haag. Het V&D gaat weg. Er komen nieuwe formules in. Ik kom weer, waarom kan dan V&D niet diezelfde formule erin zetten? Ja. Dat is toch een heel ander concept, een hele andere manier van denken. Zie jij ook, we hadden het even over de voorkracht. Hè? Dus je zei, dat is een lelijk term natuurlijk, maar wel de katalysatoren van de transitie. Hoe georganiseerd is de tegenkracht? Ik heb altijd, Shell bleek dus in 86 al te weten dat het opstoken van fossiele brandstoffen een groot effect heeft. Dat is net die film, dat is ook uitgekomen. Shell heeft natuurlijk alle belang altijd gehad bij het remmen van de transitie naar een nieuwe economie. Gewoon zakelijk belang. Ja, tuurlijk. Kun je daar iets over zeggen? Waar kom jij nou ook in je werk echt tegenkrachten tegen? Nou, er is een duidelijke transitie, dit is aan het gebeuren, dat zien we allemaal, maar Pietje of Pukje is bezig om dat. Nou, ik zou bijna zeggen, waar kom ik er niet tegen? Dus het is echt de. Maar dat kan je ook niet. Dat is geen verwijt aan de mensen. Het is een kwestie dat je eigenlijk ziet dat de wereld om je heen zodanig verandert dat je echt opnieuw moet starten. Of je nou een bibliotheek bent, waar we ook af en toe wat dingen van doen, en lopen ook leeg. Of ik ben een kerk zelfs, die het ook allemaal gemist hebben op het ogenblik. Ja. Omdat ze dus eigenlijk die maatschappelijke functie helemaal kwijtgeraakt zijn. Ja. Nou, dan zeg je van, nou, als je nou zo'n gebouw hebt, je hebt al die mensen en je hebt al dat, waarom doe je dat dan niet? Nou, dat is een stap te ver. En dat, is het dan de instituties die kunnen, of zijn het de mensen? Zijn de mensen ook. Ja, de mensen. Ja. En de mensen ook, ja. 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 Ja, en als je dan op een gegeven moment, en als je boven het maaiveld uitkomt, dan is het wat lastig. Maar ook daarvan is het eigenlijk van, ja, iedereen moet zich maar bewijzen. En op een gegeven moment gaat dat doordringen. Ja. Nou, er is ook. Ik ben bezig met een transitie in de journalistieke sector. Ja. Een hele wezenlijke, naar mijn idee. En het fascinerende is dat een transitie natuurlijk ook een impliciete afwijzing van het bestaande is. Ja. Ik zeg, jongens, jullie doen het zo. Maar dat klopt niet meer. Het is niet goed en jullie gaan ondersteboven als je zo doorgaat. Ja. Dus dat wekt dan ook weerstand op. Gandhi heeft ooit gezegd, eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit. Dan worden ze boos, dan proberen ze je te vermoorden en dan win je. Precies. Dat is een mooie dynamiek van de transitie. Ja. Ik zeg tegen de grote kranten ook wel eens een keer, jullie hebben dan NRC en zo. Je hebt 100, 120 mensen, allemaal journalisten. En die vormen één groep. En de pickorder binnen die groep is het allerbelangrijkste. Ja. Maar ik zit daar dus als lezer. En moest kijken wat jullie met ingezonden brieven doen. Ja. Nou, er is niet eens tijd om ze open te maken, bij zo'n spreken. Nee, misschien niet. En als je niet de weg weet, dan kom je nooit in de krant. Dus men is niet nauwelijks geïnteresseerd in de mening die buiten de krant is. Nee. En dus krijg je altijd diezelfde columnisten die allemaal een eigen verhaal vertellen. Ja. Want die moeten ze nodig produceren. Ja. En dat is het hele oude model. Ja. En dan zie je de kranten dus weglopen en minder worden. Ja. Maar je kan een andere. Je kan zeggen, luister eens, ik zie allemaal mensen met leuke ideeën. En zorg daarvoor dat daar een platform komt. En dat komt op het ogenblik. Want de burger, die worden ook naast de producerende consument, hebben we ook de innoverende consument gekregen. Ja.
En de innoverende consument die helpt jou mee in de zorg om nieuwe behandelingsmethoden voor hun eigen kinderen of ouders mee te helpen. Of die, de hele startersontwikkeling, komen allemaal mensen die bezig zijn. Ja. Die 900.000 ZZP'ers hebben maar 3 dagen in de week werk. En die andere 2 zijn ze dus innoverende burgers. Ja. En die bedenken allemaal nieuwe dingen. Ja. Nou, die hebben nu ook een platform. En die gevestigde bedrijven, die kijken ernaar. Ja. En in sommige gevallen doen ze heel slim. Dus als Samsung anderhalf jaar een developersconferentie doet. Nou, dat is heel interessant. Wat doet hij dan? 3.000 man in San Francisco. Iedereen betaalt $299 om zijn eigen kosten en zijn eigen slapen te betalen. En wat krijgen ze dan? De software development kits van Samsung. En dan maken ze apps. En dan lopen een man of 100 van Samsung rond. En de leuke mensen krijgen een contract. Ja. Die conferentie kost niks. Nee. En wat er dus uitkomt, kost ook niks. Nee. En waarom komen die mensen? Omdat ze dus in 3 dagen tijd voor 299 een cursus hebben gehad. Ze hebben nieuwe mensen leren kennen. Ja. Ze hebben nieuwe dingen gezien. Ja. Het is een win-win situatie. Ja. Maar die kennis is gratis geworden. Ja. We moeten geloof ik een beetje gaan afronden, maar ik heb toch nog een wezenlijke vraag. Jij zegt als futuroloog, eigenlijk kan ik de wetmatigheden goed... Ik kan echt zien wat er gebeurt, dat kan ik... Okay. Dan zie je ook dat we nu wel in een hele wezenlijke periode van transitie zitten. Die technologie heeft zich echt nu in de haarvaten en speelt nu zo'n belangrijke rol dat het ons leven echt verandert. Dat leidt tot een maatschappelijke verandering in ieder geval, of disruptie. Ben jij daar, volgens mij, je lijkt me optimistisch over de uiteindelijke uitkomst. Je hebt een positief, optimistisch beeld over waar het heen beweegt. Ben jij bezorgd dat we die disruptie redelijk ongeschonden doorkomen? Of moeten we dan eerst even nog een of twee oorlogen of revoluties hebben? Ja, dus dat is dus het probleem van het verhaal. Je kan dus, zeg maar, de lange termijn laat zich goed voorspellen. Eigenlijk, kijk, die technologische trends zijn zo ontzettend strak en zijn zo... Ja, ja, dat is echt... Maar dat kan je dus al, dat kan iedereen zo op internet lezen. Alleen, als je je niet wil aanpassen en je hebt macht en je hebt geld... Ja. Dan is het creëren van chaos wel een manier om jezelf wat langer noodzakelijk te maken. Ja. Ja. En dat zijn dus de gevaren dat als je echt... Je kan een oorlog beginnen, je kan een grote strijd beginnen, je kan rechtszaken gaan beginnen. Je kan Nederland als vijand maken. Precies, en daar ben je allemaal alsmaar mee bezig, omdat je eigenlijk je niet wil aanpassen aan de nieuwe tijd. En dan is het, hoe groot moet het verzet zijn? En ik maak wel eens een vergelijking met de culturele revolutie van 1968. Dat is ook een beetje een krasroetbeweging in heel veel steden. Ja. Nou, dat is heel snel eigenlijk door de hele gevestigde orde gepacificeerd. Want we kregen ondernemingsraden en universiteitsraden. Ja. En iedereen werd netjes gepamperd. En dat hebben we gedaan. Nou, ik denk heel duidelijk dat dat niet meer kan. En dat we dus inderdaad in de komende... Tot 2025 komt er een hele nieuwe culturele revolutie op van mensen die het eigenlijk niet meer slikken. Ja. Maar dan is het inderdaad, de machtsmiddelen zijn groot. En dat kan, kijk maar naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt en zo. Ja. Dat kan met heel veel slachtoffers gepaard gaan. Ja. Ja. Overigens wel, 100 jaar geleden hadden we de Eerste Wereldoorlog. En ik zeg altijd wel, als die zich in onze tijd had afgespeeld, was die in 3 dagen afgelopen geweest. He? Dan hadden we gezien dat daar allemaal dingen... En dan hebben we ook... Ja, ik denk het wel. Juist door de... Nee, het was het begin van de industrialisatie. En de Engelsen hebben ontzettend hard geproduceerd. Ja. Ze hebben 30 miljoen granaten gemaakt. En de Duitsers ook. En dus het was een geweldige... Economisch impuls, was het uit, zou je kunnen zeggen. En misschien ook wel culturele impuls, overigens. En dat moet je de mensen ook niet af willen nemen. Ja. Maar het heeft ontzettend veel doden gekost. Ja. Dus jij ziet een culturele revolutie, dat daar ontkomen we niet aan. En je kunt niet zeggen of die meer of minder... Het enige hoop is dat als er dus discussie over komt, heel veel mensen zijn ermee bezig enzovoort, dan kan je op een gegeven moment proberen om de transitieschade te beperken. Ja, oké. Ons wordt gevraagd om af te ronden. Wim, dankjewel.